Hula wordt in Turkije op 14-jarige leeftijd uitgehuwelijkt aan Devrim, die 6 jaar ouder is. Het koppel verhuist naar Berlijn, en op 16-jarige leeftijd bevalt Hula van hun dochter. Maar als snel ontstaan er problemen en Hula ontvlucht hun gezamenlijke flat meerdere malen. Zij wordt vermoedelijk op een dag verliefd op een Duitser en trekt bij hem in. De echtgenoot ligt Hula's broer in. Samen rijden Devrim en Ahmed naar de Treptower -flat van het nieuwe vriendje. Ze treffen Hula alleen aan. Er ontstaat ruzie omdat de broer ervan overtuigd is dat Hula zijn eer heeft bezoedeld. Vervolgens steekt hij haar vijf keer met het 20 centimeter lange lemmet van een keukenmes. Mogelijkerwijs probeert haar man haar nog steeds te helpen. Maar het is waarschijnlijker dat de klen de 19-jarige broer als dader heeft gekozen omdat hij onder het jeugdstrafrecht valt, dat vaak tot 21 jaar wordt toegepast. Hula bloedde dood terwijl ze nog in de flat was. Ze is 26 jaar geworden. In september 2002 wordt Ahmed veroordeeld tot 7,5 jaar, voor doodslag, niet voor moord. Na 4 jaar wordt hij vervroegd vrijgelaten, wegens goed gedrag, en schiet hij op 17 december 2011 zijn landgenoot Recep Aksu neer wegens een drugsgeschil. Ahmed is nu 29 jaar oud en wordt gezocht door de politie in heel Europa. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over eervraag. Abonneer je op ons kanaal onderzoek Eervraag.